Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LS, Speedy of Armor, en vandaag gaan we op pad met Wim en ditmaal in de ambulance. Wim is echt van elke markt thuis. We hebben meteen de eerste melding en dat is geloof ik iemand die is neergeschoten. Dus dat is vrij ernstig, dat is een A1 melding. Ik ga jullie meenemen. Dit is de Agency Callouts mod in LSPDFR. Dus ben niet verbaasd als ik ineens terechtkom in een achtervolging of zo. Dat regelt hij namelijk allemaal zelf. Voor nu gaan we dus A1 naar een persoon die is neergeschoten. Beetje mijn zelf verzonnen post. Wat jullie hem mooi vinden. Goed, dus rijdt de politie ook mee, mag ik hopen, want bij een schieten, of de politie heeft natuurlijk geschoten en zijn ze op de plaatsen. Maar we willen graag wat bescherming hebben, ook al is Wim natuurlijk in zijn vrije tijd agent. De schoten lijken klaar te zijn, maar hij staat hier maar wat. Je bent er al bij een schietpartij geweest, in een locatie die erop leek. Niks te verliezen, we gaan gewoon naderen hier. Oeh, foutkeuze. Kameraad, hij staat daar nog, hè? En daarvoor hebben we LSPD of wat? Assistance required on Cougar Avenue. Want hij beweegt niet daar. Ze staan in een... Acknowledge. Kijk, hier staat het boefje nog. Oh, hij gaat rennen. Daar ligt al een dode agent en een slachtoffer. Hij is dus nog steeds bezig. Dus uitstappen. Natuurlijk niet veilig voor mij, maar misschien komen mijn collega's die daar achter op straat staan dan naar mij toe gelopen. Of ze weten verdomd goed dat hij hier zit te rennen met dat vuurwapen. Hij komt bij deze kant opgelopen. Ja, ze weten het. Maar ze hebben niet door dat er een gebouw tussen staat. Zou ik hem gewoon aanrijden? Ja, weet je, die collega's die snappen het allemaal niet dat ze hier naartoe moeten komen. Dus ik vraag er nog eens eentje op. Backup needed in Pacific Bluff.
one, we can get that. Het kan alleen maar goed gaan als ik nu de backspace ingedrukt hou. Ja, daar komt hij. Rijd die trap hier af. Nee, die gaan we de kluiten op. Ja, ik rij hem aan. Damn it. Ja. Sorry dames en heren, maar anders stonden we echt nog een uur denk ik. En geen schade. Fuck met jou. Er liggen natuurlijk drie slachtoffers in totaal, maar wij focussen ons even op hem. Hier, omdat de mod dat vraagt. Ik ga nog een ambulance erbij vragen. Tweede wagen. Ambulance, assistance required. En die houdt zich bezig met Morningwood. De twee die al zijn verdwenen. Of eentje is verdwenen van twee. Goedendag meneer, ik ben Wim van de ambulance dienst. Ik heb jouw leven zojuist gered, maar dat weet je nog niet. T als ze oké zijn, toch? Of T als ze mee moeten, Griekse als ze oké zijn. Ik zie geen schotwonden, maar je lag wel op de grond. Ik wil uiteraard alles even omhoog. Dus ja, kom er wel mee. Je zult vast wel gewond zijn, anders lig je niet zo. Nou, hij loopt niet heel soepel. Nee. Jullie gaan dat met die andere oplossen. Jij mag zo fake, man. Weg. Ja meneer, dat was me het schietpartijtje wel, hè? Hij liep nog zelf, nu lopen ze allemaal zelf, zelfs als ze gereanimeerd zijn, maar ik zie op dit moment geen schotwonden. Soms zie je ze echt wel hoor, dan zie je gewoon dat er een duidelijke bloeding is en een schotwond en zo. En in dit geval zie ik dat niet, dus ik ga dan ook onder een prioriteit 2, oftewel A2, richting het ziekenhuis met hem. Dat is niet een hele interessante rit, dus die ga ik voor jullie overslaan. En ik zou zeggen, ik zie jullie zo meteen als we weer een vervolgritje hebben. Ik zou het echt niet doen, blauwe auto. Had je eerder moeten invoeren. Nou, tot zo. Ja, dat is druk bij de SEA. En wij moeten links zijn. Hoi. Deze is voor jou. Als het in het echt toch eens zo ging, dan was het veel makkelijker geweest dat iemand hem eruit haalde en overdraagt binnen en et cetera. Maar ja, het is jouw patiënt totdat je hem overdraagt aan de SEA of eerste achthulp of... Nee, dat was er eigenlijk wel. Of aan een afdeling natuurlijk, als het een BR is. Ruim een volgrit. Ik heb hem aangenomen, ik weet niet of er nog wordt gezegd of er een A1, A2 is. Omdat het een onbekende situatie is, gaan we gewoon een A1'tje doen. Het is wel een mooi plaatje met die zon, denk ik. Na te plaatsen.
verhaal eens even aanhoren wat hier allemaal aan de hand is, waarvoor ze een ambulance nodig hebben. Ik ga iets zeggen, maar ik ben er al te voorzichtig mee met als ik het zeg, maar ik denk dat ik het grootste probleem dat die mod steeds crash al heb opgelost, en dat heb ik al in een vorige video gezegd, maar ik heb maar weer weggehaald tot het verkeer drukker is. Ik had het verkeer ingesteld tot hoe het tijdstip van de dag is bepalend hoe druk het is. Dus moet je nagaan, in de nacht is het niet zo druk als om 7 uur 's ochtends in het spel of als om 6 uur 's avonds in het spel. En dat was best leuk, want dan zat je dus soms echt door het verkeer te manoeuvreren, dat je dacht van hier komen we nooit doorheen. Maar de game die spant veel meer auto's in dan normaal en personen, en ik denk dat hij dat niet zo leuk vond. Dus ik heb het weggehaald en ik klop het af, maar het gaat er niet nog goed. Goedendag mevrouw, ik zie meteen verwondingen. Ben u misschien van het dak gevallen of ben u beschoten, want er lagen schotwonden banen. En dat is niet zo mooi, we gaan het even zien. Ik zie wonden aan de handen sowieso, de knie, armen, borst, dat is niet goed. Een gebroken been, een gebroken neus, duizeligheid en milde kneuzingen, of blauwe plekken. Ja goed, ik denk dat hij gevallen is. En als ik het zo bekijk, dan zal dat bloed wel allemaal komen van die gebroken neus. Dit is misschien een open botbreuk. Gebroken benen. Misschien heeft ze hier de neus mee afgevegen, of kan het niet. Bruises. Bloed. Ja. Een gebroken neus gaat vaak bloeden. Ik ga u wel pijnmedicatie geven en ik moet die toch gaan transporteren, oftewel bewegen. En dat doet meestal altijd pijn. Thanks. Alsjeblieft. En dan gaan we naar het ziekenhuis met u mevrouw. Oeps. Excuse me. Oké. Maar gaat hier natuurlijk de vacuumspalk om het been en wordt zij met behulp van... Ja, dat is een goeie hoe ze er hier af zouden krijgen. Ik denk dat het wel lukt. Met een plank. Kun je makkelijk draaien. Maar het kan natuurlijk ook dat hier de hulp van de brandweer nodig was geweest. Ik vind het mooi als het een beetje... daglicht is. Nou mevrouw, we zijn bijna met allemaal hoor. Je mag hierin stappen. Of wij rollen u eigenlijk met de Vrankanen binnen. Ambulance gemaakt door Wander trouwens. Hè. Shout out naar mijn boy Wander. Er is geen enkele indicatie om deze mevrouw met een A1 te vervoeren. De parameters, oftewel de vitale waardes, kan ik niet zien. Dus dat is wel een reden. Hè? Misschien zit ze wel in een shock of zo, maar dat vermoed ik allemaal niet. Maar goed aanspreekbaar was zij. Ja. Kijk, je gaat dan meer richting... met spoed naar het ziekenhuis zijn levende bedreigende situaties. Na een hartstilstand, een hartaanval. Hè? Dus een hartinfarct noem je dat. Een beroerte. Allergische reactie had ik geloof ik wel benoemd. Als het een ernstige allergische reactie is. Iemand die niet goed bij bewustzijn komt. Iemand die ademhalingsproblemen ernstig heeft. Dat soort zaken worden dan. Ernstige ongevallen uiteraard. Dat soort zaken worden met spoed vervoerd. Maar dit niet. Ja, dat was een boom. Waar is je collega die haar op wacht? Is het hij? Komt hij naar haar teruglopen voor haar eruit te halen? Want nu wordt hij er aangereden. Nou, daar wachten we even op. Kijken of dat de mensen denken het wel namelijk. Ja, ze stapt uit. Dat is mooi, dan kunnen wij al de vast door. Beste! Ik heb een idee dat we niet eens bij de post gaan aankomen, dus ik ga het ook niet meer proberen. We gaan wat rijden. Any
available unit in the Vespucci area? We've got in Del Perro Beach. En dan van een collega van de politie die gewond is. We gaan toch moeten draaien. Ik dacht, de route past zich wel aan, maar we moeten weer de snelweg gaan. Oh, dat scheelde ook heel weinig. Hey bros. De collega stapte uit zijn voertuig, liep naar de achterkant en zakte in elkaar. Dat kan nooit goed zijn. Of het is aanstellerij natuurlijk. Maar daar gaan we niet van uit. Maar even kijken bij deze beste heer. Gebroken enkel, gebroken ribben, pijn in de onderbuik, kleine sneetjes en schaafwonden. Ja, dus ja, dan zullen ze medicatie geven voor verschillende problemen, maar gebroken ribbenpijn in de onderbuik, dat zijn toch wel ernstige dingen. Hij heeft dus een trauma aan de borst en buik. En die pijn in de onderbuik, dat kan best wel ernstig zijn. Dat kan een inwendige bloeding of zoiets zijn, dus we gaan hem ditmaal wel met spoed vervoeren. What the fuck? Nee, dus rustig hier. Hier is een politiebureau, daar zo, dus als het goed is gaan jouw collega's wel zorgen. Nou ja, ik kan hier best blijven staan. Ik heb net de deur dicht gedaan. Damn civilians. It's so much easier without them. Hope good. Fucker Jezus.
wil net zeggen, die grijze auto loste perfect op nadat ik al 10 seconden met mijn sirenes aan stond. Maar dan blokkeert de zwarte auto het wel de weg, maar dat is hij loste het toch op. Zo. Aankomst Hospitalus. Ik ga jullie bedanken voor het kijken en zoals in het begin van de video waarschijnlijk met tekst al is aangegeven, kunnen jullie nu gaan stemmen op de ambulance die jullie de volgende video willen gaan zien. De volgende ambulance video dan, niet meteen de eerstvolgende video, maar de volgende ambulance video. En ik ben blij dat de mod het een hele video heeft volgehouden, dus dat is super. En dan kan ik blijven ambulance video's maken. Tot de volgende, joe joe.